Weet je hoe laat het is? Het is tijd om een fob te bouwen bij de base van de Craftmaster, want ik wil hem weg hebben daar. En dan moet ik Rudy ook even vragen of hij mij nog wil helpen daar met de slopen van de basis. Maar dan doe ik vast de voorbereidingen. En misschien is het ook tijd om dus weer een alliantie te beginnen met Rudy. Weet je, hij had een slechte keuze gemaakt in Ark Aberration. Reaper dus, bla bla bla. Maar sindsdien gaat het wel gewoon weer allemaal de goede kant op. En ik denk wel dat ik hem gewoon weer goed kan vertrouwen daarop. Dus dat ga ik daar ook even vragen of ik dat misschien wil. Maar dan moet ik van nu eerst even een boel turrets hebben. Ik denk dat ik gewoon even 10 neerzet of zo. Heavy turrets. Ik ga sowieso even kijken hoeveel ik al kan craften. Maar eerst ga ik even een teleporter craften. Heavy turrets. Ik heb ergens nog heavy turrets liggen volgens mij, man. Even kijken. Heavies. Nee, hier ook niet. Hier heb ik wel mijn explosief in liggen. Heavies. Oh, hier, 14. Wauw, oké. Maar goed, dan ga ik even meer craften. Want ik heb er sowieso nog veel van nodig voor mijn basis. En dus ook voor de fob, voor de swamp tribe. Want die wil ik echt massief gaan maken. En binnenkort wil ik daar weer een poging op doen. Om die even aan te gaan vallen. Dus ik kan al 100 doen. Hoeveel kan ik er dan maken? 33. Oké, dan weet ik niet of daar mijn metal op is. Of mijn electronics. Maar ik denk mijn electronics, eerlijk gezegd. Stop hier, zodat ik een beetje resource over heb. Maar dan heb ik 27 heavy turrets. En hier heb ik ook nog 14. Dus dat is... dat is zat. Dat is gewoon lekker, witte. Dat is gewoon heel goed. Dan kan ik hier nog even volle bak gunpowder in craften. Geef me de gunpowder. Hier ook een volle bak gunpowder in craften. Volle bak gunpowder. Ja. Hier ook weer een volle bak gunpowder. Zo. En zo. Ja, sparkpowder 4K. Hier heb ik een boel sparkpowder liggen in deze. Oké, dan heb ik al deze chemistry benches die gewoon een volle 1000 aan gunpowder maken. Oftewel, dan krijg ik 6K per ding of zo. Is knetterveel. Dat is mooi. Dan kunnen we daar dadelijk weer kogels van craften. Ik heb hier nog 13K kogels. Die neem ik, denk ik. Ik neem er 5K mee. 500 per turret. Ik denk wel dat dat even genoeg is voor nu. Doe ik even 4 turrets wegzetten. 3 en 4. Dan wil ik nog foundations hebben. Metal foundations. En nog even de dubbel doorframes. En dan wil ik nog even headframes. En dan heb ik in principe alles wat ik nodig heb. Oh nee, wacht. Een tech generator. Waar heb ik die liggen? Oké, tech generator. Nice. Oké, nou heb ik alles. Let's get it. We gaan even naar die plek toe. Dan kan ik meteen een teleporter neerzetten. Zal ik maar een Pterodon er even heen vliegen of techvis? Ik weet niet wat sneller is. We gaan een keer de Pterodon uitproberen. Als we daar die tapiaren hebben, dan wordt het wel echt heel chill, man. Die wil ik ook volle bak door gaan breeden, die tapiaren. Dus allemaal op HP levelen. Zodat je gewoon echt even vol kan beamen, man. Of wacht trouwens. Als je een techsaddle opzet en je doet level op melee damage. Krijg je dan meer damage met je techsaddle? Denk je niet, toch? Ligt meer aan de stad van de saddle zelf. Die de damage bepaalt, I guess. Oh ja, ik zie het al. Dat platform daar in de verte. Zo, deze heeft 26 levels aan HP al. Kijk, even kijken waar ik kan bouwen. Is dit een plek? Ja, ik kan hem misschien ook gaan fortniten omhoog. Maar dan moet ik wel een verdere afstand hebben, man. Ja, zou ik gaan fortniten? Het is een optie, weet je. Dan kan ik wel soaken. Maar dan moet ik wel een beetje een rechte lijn naar foundations hebben hier. En dan moet ik ook meerdere foundations hebben. Oké, wacht. Die moet even allemaal dood. Die. Heb ik mijn foundations nou niet meegenomen of wat is dit? Ik heb mijn foundations niet meegenomen. Oh mijn god. Kut. Nou ja, ik heb mijn teleporter in ieder geval staan. Pterodon, TP jij maar lekker mee trouwens. Dan heb je ook niemand nodig hier. Unpowered? Oh wacht. Nou, dan moet ik wel echt even meer hebben, man. Ceiling hebben we nog zat. Oh, ik heb ook keiveel ceilings die ik er neer kan zetten, joh. Oh, dat is wel relaxed. Zo, nou dan hebben we denk ik wel de spullen nou, I guess, ja. Yeah. TP we even snel terug. Oké, dan moet ik even kijken of dit uit gaat komen. Want ik moet echt recht omhoog gaan bouwen met mijn foundations, weet je wel. Of met mijn rems. Zal ik hem hier doen? Een beetje de hogere kant, zeg maar. Oké, ik hoop niet dat hij er is. Want dit kan nog wel even tijd gaan duren. Als hij er wel is, dan is het echt super ongemakkelijk, man. Ik moet een hele streep aan foundations neer gaan leggen. Oh. Dan raak ik wel helemaal schuin langs op. Maar in principe maakt het niet uit. Ik moet alleen even soaken. Oké, we gaan even kijken hoe ver we gaan komen, ja? En dan heb ik deze foundations die ik hier achter nog even kan gebruiken voor mijn teleporter en voor de andere dingen. Zo. En mijn teleporter even snel neerzetten. Zo. En dan zet ik even mijn generator ook snel neer hier. Met element erin, tak. En dan zet ik ook meteen even een paar turretjes neer. Ga weg. Bro, hoezo is mijn water op? Wacht, geef me besjes. Dan krijg ik een beetje water van. Fuck, niet nou man, niet nou. Zo, en zo. Even snel hoor, dat er maar even staat. Die erin. Jongen.
Is dat echt zo? Jongen, super irritant ook. Holy shit. En zo, dan doen we even turret options, range high. Ja, turret en range, nice. Dan staan hier een paar turrets en dan moet ik nou omhoog gaan bouwen met mijn rampies. Dan moet ik even uitkijken dat ze mij nog niet gaan schieten. Nou ja, 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 schiet al. Fuck. Maar dat betekent wel dat ik vanuit daar al kan soken. Maar er wordt nog een flinke Fortnite, ouwe. Even serieus. Kut. Maar ja, wacht. Dan moet ik even snel een hatchframe plaatsen daar. Mijn hatchframe. Zo, dan zet ik daar even turrets neer. Zo, en zo. Daar een turret. En daar een turret. Range high. En al turrets in de range. Oké, die staan. Jezus man, er wordt een opgave. En dan moet ik even checken hoe ver ik kan komen. Want ik moet dadelijk gewoon steeds verder en verder omhoog gaan bouwen. Maar dat wordt wel lastig, want mijn foundation range is op. Dadelijk, ik kan niet veel verder omhoog, man. Maar wat ik wel kan doen, ik kan naar de berg toe bouwen, snapte? Maar dan moet ik weer meer foundations hebben. Kijk, even meer foundations kreften. Ah, mijn metal ingots zijn op, holy shit. Oh, wacht. Stop. Shit, stop. Heb ik nog een grinder ergens liggen? Een grinder, heb ik die hier? Oeh. Dit is wel grinder. Daar heb ik geen metal meer voor. Ja, nee, kut. Hoe kom ik nou even aan metal? Metal. Shit, hier had ik even niet op gerekend. Oh, wacht, bij mijn streambase. Ja, bij mijn streambase ligt sowieso nog metal. En dan kan ik even een paar saddles een beetje gaan grinden. Snel, TP. Metal foundations hebben er ook nog een paar liggen. Ja, dat is mooi. De metal. Waar is mijn metal? Is mijn metal op? Shit, man. Ik moet echt maar 3,5k hebben. 2,5k heb ik hier. Shit. Heb ik niet even iets wat ik kan demolishen of zo? Een metal cliff platform, I don't know. Ja, fuck it. Ik laat die grinder maar even zitten. Ik hoop dat ik gewoon genoeg metal heb met hetgene wat ik nou heb. En als ik die grinder dadelijk heb, kan ik even een paar racer platform saddles gaan grinden. En dan krijg ik gewoon heel veel materialen weer voor. Die erin, metal foundations. Die heb ik die allemaal al gepakt? Oké, nou dan gaan we naar de Cravemancer. Ik wou zeggen, was mijn brug heen. Was in één keer random verdwenen, gek. Volgens mij kan ik ook niet veel hoger vanuit hier. Oh. Nee, ik denk dat ik op rechter onder zit, man. Ja, dit is de hoogte. Holy shit, ziek. Dan gaan we deze kant even opbouwen. Totdat we bij de support aankomen van... Of zou ik ze iets verder al eerder plaatsen? Dan kan ik misschien meer turrets in één keer soken. Dat is ook een ding. En dit is waarom je altijd spam plaatst bij je basis. Want dan kan dit ook niet zomaar gebeuren. Dan moet ze eerst al de spam opblazen. En dan kunnen ze een keertje gaan. Maar nou hier doen zo. Zeg maar hier zo. Oké, beter wordt nog niet geraakt. Dan kan ik hier wel rempjes omhoog gaan plaatsen, I guess. Nee, snap de andere kant op. Maat. Nee, niet die kant omhoog. Dan doe ik hier ook nog even een hatchframepje met turrets erop. Daar zo. Of heb ik dan al geraakt? Is deze powered? Nee, deze is niet meer powered. Shit. Ja, dan hopen dat die turrets het maar doen, eerlijk gezegd. Dan moet ik Rudy even hebben, want Rudy moet mij helpen met dit, man. Eerlijk. Domme man. Hij moet meer rems hebben. Ik ga meer rems craften. Tak. Doe even hierin. Die ook daarin. Zo, wat was dat? Monde knetter. Jezus. Wat gebeurde er? Wow, rustig. Ja, even snel rempjes maken, want terug naar de base. Ik heb het gevoel dat hij niet thuis is, dus aan de ene kant kan ik ook gewoon rustig aandoen, maar je weet ook niet wanneer hij hier wel komt, snap je? Dus dan kan ik ook wel niet zo rustig aan gaan doen. Oké, 20 rempies. Oh. Zo, en dan neem ik even wat stego's mee, om te soken. Want ik heb hier gewoon een paar kruipelde stego's liggen. Petra, nee, we hebben ook al veel betere. Deze bijvoorbeeld 43 kp. Deze heeft 32, 3 of 4 in, deze nemen we mee. Maar dan moeten we even de betere zadel nog pakken. Want ik heb dus nog ergens een setup met 250 armor liggen. En die kunnen we eigenlijk het beste gebruiken, denk ik dan. Dat is niet normaal. Hier, 252 armor, kijk, is echt niet normaal. En dan gaan we gewoon even beginnen met soken, denk ik, hè. Ja, Rudy moet even komen, maar dan moet ik even naar Rudy's basis misschien eerst. Ja, ik word al volle bak geraakt. Daar gaat toch gesookt worden. Oh, ik moet niet hebben dat mijn structures kapot gaan hier. Want ik zie dat die tech turrets al damage doen op mijn structures. Maar goed, dit wordt die dan. Ja, dit is that way. Ja, Rudy. Ik ga naar Rudy toe. Hallo? Is het in mijn turrets? Hallo? Hey, kom. Wat de deal? Ja, dat. En ik heb de craftmaster gefopt. Dan kunnen we hem aanvallen. Oh, je wil hem nu aanvallen? Ja, ik ben ready.
What the fuck? Ja. Ja. Kijk je gewoon een tweeling terwijl je binnenkomt lopen, joh. Oh, fuck. Ja, maar dat is de luck. Dat is the gift of God, man. Ja. Incest is wincest. Fuck, wacht. Oké, wacht. Ik kom er naartoe. Even, wat is het plan? Ja, ik heb hem helemaal gefopt. Ik heb al een brug omhoog gebouwd. We kunnen gewoon beginnen met Sokal. Ik heb gewoon zijn basis nog niet gevonden, hè? Kom naar mijn base. Oké, wacht. Geef mij even, want ik heb net loot boxen. Kom eerst naar mij hier. Kom eerst naar mij. Ik sta hier onder. Ja, hi. Hey, we werken weer langer samen. Ja, oh nee. Is dit het moment waar iedereen in de comments op zat te wachten? Ja, dit is het moment. Oh, mijn god. De Vrekers! Yes! We're back in business, boy! Let's go! Hey, goeie kersttrui wel, trouwens. Hij is al een ding. Nice. Ja, dus let daar op als je er heel veel gaat stacken. Gewoon even oppassen. Nice. Maar ben ik ook even benieuwd. Kom even mee. Kom naar Ocean East, ja? Ocean East. Oké, maar wacht. Ik ben nog... Mag ik mijn baby eten geven? Wacht, je kan nu gewoon naar binnen trouwens. Oh ja. Maar we hebben totaal geen haast of zo, hoor. Het is niet dat... Ja, ik schrok. Ik dacht, kut zo. Wil je nu de Crabmaster gaan soken? Ja, eerder hoe beter, toch? Die moet ik even... Is wel waar. Maar dat kan ook een opname 3 zijn, weet je. Ja, maar ik heb nog meer trouwens dingen te doen. Ja, zeker. Ik ook. Goed. En ik heb de tech saddles hier al klaar. Zijn het echt alleen maar females? Dat is wel treurig. ik had twee eieren ook, dus... Goed. Part of the business life, hè, weet je. Ja, maar ik zou de eitjes krijgen. Ik zou geen baby's krijgen. Oh, echt? Ja. Wacht, dan moet ik even teruggraven. Comments. Vertel me even. Zit ik Jamie nou te scammen, ja of nee? Jij zit me te scammen, ja. Kutzooi. Anders... Ik zit nog helemaal te denken. Businessman, ik Newt er zo ook even een beetje over het geven. Dan, Newt, ja, nee. Jij zal me eitjes geven, maat. Wat is dit? Ja, dag. Jij krijgt een zelf met hoor. Je kan ik stop niet de alliantie. Nee. Ja, maar goed. Dit was sowieso het resultaat uit de eitjes. Dus, Ja, maar niet genieuwd door het gast. Hè? Nee, ze zijn niet genieuwd. Kom naar Ocean East. Ja, kom eraan. Of kunnen allianties dit sowieso gebruiken? Dat is ook weer een ding, hè? Een Enable Public kun je wel zetten, maar... Ja. Ja, we moeten even kijken. Ja. Maar jullie moeten in ieder geval even opschieten hier, want... dit is haast. We hebben chaos. Hallo? Sorry. Hi. Oh, jezus. Oh, gast. Ik zag de turrets geen eens, man. We moeten even kijken. Kan je dat gebruiken? Goeie vraag. Oh, je wil een teleport network opzetten? Ja, dat heb ik al lang, maar... Oh, nee, er staat alleen powered, staat er. Is het S+, of heb je een normale? Dit is een normale. Oh. En nu? Oh, wacht. Teleport? Ja. Nu staat die public. Waar kun je allemaal heen? Nergens. Je moet die andere ook public zetten. Wacht. Wow, what the fuck? Oh, jij tp't gewoon mee. Yo, ik schrok, de game hing opeens vast. Wacht, mijn PTE staat er nog, of niet? Ah, oké. Okay. Oh, what the fuck, mijn game hangt even vast en denk ik, wat gebeurt er? Oké, okay, nu staat prettige Peter bij jou in de basis. Wat denk je voor je vogel? Daar zijn we weer. Oh, jezus, gast, wat een hok. Nou, welkom in mijn grot. Prettige Peter, wacht even, even kruipot als het kan. Ja, pak hem maar eens. Heb ik een potje bij? Ik geef jou vast één zadel van de deal. Moet ik even mijn explosief nog pakken. Zo, wat een keetgek. Ja, dit moet ik maken, zo'n hangende. Alleen dan aan de buitenkant. Zo, mooi deathwall. Nou, dat heeft iemand die goed verdiend op Bitcoin, zo te zien. Niet alleen op Bitcoin. Wow, die clone. Huh, je hebt een ghost skin van je basilisk. Ja, sowieso. Hoe heb je die geunlocked? Die van mijn reapers. Gewoon kopen. Ja, gewoon in die shop. Oh, wat ziek. Oké. Okay. Oké, kom naar mijn platform. Ik wil nog steeds die full body skeletal skin, want die is echt... Op, hey. Ja, die zijn ook vet. Onzichtbaar. Ik heb alleen een kersttrui. Oh, daar gaan we weer. Jezus, gast. Wow, er gebeurt even veel nu. Yo, ja, nee, we zijn er. We hebben al voorbereid. Oh, scorched. Oké. Okay. Dus pak je sokers. Loop omhoog en soak die beest, gast. Ja, maar dan moet ik net toch eerst terug. Hoezo? Heb je nog niet gepakt? Nee. Oh, ik vroeg jij zei, kom hier toe, dit, dat. Ik zie dat ik al volledig voorbereid. Oh, mijn god, je hebt echt een brug gebouwd. Ja. Ik heb een wyvern en ik gooi die wel even neer. Nou, hier. Dit is één zadel van de trade. Oh mijn god, serieus.
Als je even iets hoger vliegt, blaf ik hem neer. Wow, ga dood! Ja, die hitboxen zijn gescheid van die dingen. Ja, oké, daar ga ik. Knallen. Dus zorg dat mijn stego achteruit erin komt te staan. Zo, hoeveel zadel ligt hierop? 148. Nou, dan pak ik even de 252. Lopen we achteruit hier omhoog. Wat een... Wat een scam, ouwe. Nee! Fuck! Ah, Luna Biome! Nee, waarom Luna Biome? Ah, oh, dit wordt kut. Holy shit, dit wordt echt heel kut. Ik word er gewoon afgejankt. Oh, dat gaat niet goed. Ja, hoe ga ik dit nou aanpakken? Oh, fucking Luna Biome, man. Ik dacht, ze blijven wel gewoon op de grond staan en ze pakken hun damage. Kaaak, niet best. Zit ik ook nog helemaal vast? Ja, hoe ga ik dat nou doen dan? Fuck, dan moet ik denk ik iets van wals of zo gaan plaatsen. En waarom draait mijn steek ook helemaal niet? Nee. Ga hem ook. Oké, dit werkt, soort of. Wat kut. Dan moet ik hem hier weer achteruit in parkeren. Maar dan moet ik denk een soort van metal hok hier omheen bouwen, zodat hij dan niet afvalt. Oké, jij staat er goed en blijf staan. Maar dan zorg ik even dat ik even meer metal walls heb en zo. Oh, wacht, ik heb geen metal. Ik heb nog large metal walls. Dat doet het werk, I guess. I'll take it, man. Sowieso. Dan moet ik mijn ceilings ook even pakken hier. No nearby foundation support, serieus. Dan moet ik ook weer een nieuwe rij foundations hier onder eraan gaan plakken. Oh, wat een opgave dit, zeg. Holy shit. Heb ik die nog? Ik heb nog een paar foundations. Niet veel, though. Als die tech-turrets maar leeg zijn, dan kan ik gewoon omhoog lopen. Ik denk dat het nou wel kan. Bouw. Hopelijk vliegt hij er nou niet meer uit, man. Eerlijk. Oh, au. Oké, dan moet ik dus even zorgen dat ik mezelf ook hier opsluit. Met die large metal walls. Jezus, man. Ik zal echt Fortnite spelen hier, man. Dat het nou wel redelijk goed moet komen. Dat ik er niet meer echt uit kan vliegen. Dus laten we maar gewoon even testen. Yo, zieke. Oh, ja, joh. Ja, dat is lastig. Heeft hij vooral tech turrets of heeft hij ook heavies? Ja, vooral heavies, maar ik vlieg weg hier, snapte? Hoe ga ik dat doen? Ik zit mezelf helemaal in te bouwen, maar ik moet even mijn vaste positie vinden. Ja, dit is niet te doen met Tabajara nu. Jezus, man, wat kut dit, zegt Lunar. Ik heb mezelf bijna ingesloten. 25k. Zou ik ook aan bouw! Dat is een lastige, man. Oké, ik zo. Niet meer, ja, fuck. Wacht. Oké, blijf even staan. Ik moet even iets meer bouwen. Ik zit even te denken hoe ik hier iets makkelijk toe kan voegen, want... Als je vier boven erop valt... Ja, het kut is die tech turrets. Die gaan mijn rock elementen slopen. Ja, het is vooral... Ik hoor die knockback, dat is heel vervelend. Ja, dan dacht ik als je van boven komt, dan zat er niet veel boeien, maar... Ik heb het idee dat het weer te lang geleden is dat ik iets van een raid heb gedaan. Ik moet mezelf zien te blokkeren op een of andere manier, zodat ik gewoon lekker vast blijf hangen, snapte. Maar dat heeft geen zin, want je wordt eerst weer teruggeschoten. Ja, ik weet niet of de rock element een knockback heeft, maar die tech turrets doen toch veel damage. In ieder geval iets te doen. Au. Dat is ook een kut in space, hoor. Hoezo? Ja, hij is best te gevoelig. Oh. Die is al bijna dood. Prept? Ja. Heb je hem? Ja. Alleen ik kreeg zelf ook damage. Ja, dat gaat niet lang duren. Dat is niet helemaal de bedoeling wat hier gebeurt. fuck. Ik heb ook helemaal geen handschoen of zo. Oh, ja, als je nu afstapt, ben je dood. Kut. Dan kan je eraf grappelen misschien. Ja, wat? Nee, grappelen kan dat niet. Je neergaat. Oh, ik ben eraf. Oh, nice. Steek was soaked, nice. Nou, een kwestie van wachten dan. Ja, ik kan nu proberen de Tabajara te halen, kijken of ik nou iets van schade kan aanrichten, maar... Ja. Hoezo ben je omgedraaid? Wat? Passive? Ik ga dood, denk ik. Oh nee, of niet. Oh, ik ben al bijna dood. Oeh, dit is wel damage op mijn mooie kerst. Ik heb ook helemaal geen vlak meer, joh. Ik heb er niet bij. Beter survive die ding gewoon. Ik ben ook bang dat mijn metal structures eerder kapot gaan dan mijn stego. Oh nee, laat maar. Ik dacht ik ga met een tech jump pad gewoon omhoog, maar... Ja, er staan heel veel turrets van. Maar als deze twee tech turrets leeg zijn, dan kunnen we gewoon omhoog lopen. Dat is geen probleem. Ja, eerst moeten deze dingen leeg, man.
Maar ik denk niet dat mijn tech steek weer dood gaat. Dat is maar 20 damage per shot of zo. Focus hem ook meteen. Nee, klopt. Oh, eentje is al leeg, of niet? Nice. Oh, dat is heel goed. Yes. Mijn stego heeft nog de helft van de HP. Zo, ik eens mijn stego goed parkeren en dan kunnen we weer verder met de battle. Ik denk niet dat die heavy turrets knockback hebben in de Luna. In ieder geval, dat hoop ik niet. Zo, kijk die structure ook die ik hier heb neergezet worden. Je moet creatief wezen tijdens de race, toch? Lekker man, kijk, nou zo goed de shit. En jullie zijn vast al benieuwd hoe dit af gaat lopen. Dus, stay tuned zou ik zeggen. En ik zie jullie weer bij de volgende aflevering. Peace.